112. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Meneer, ik heb hier een man gevonden in de plas bloed. Reageert hij nog, mevrouw? Hebt u met hem gesproken? Nee, hij is dood, denk ik. Hij heeft zo'n grote wonden in zijn nek en er is overal bloed. Meer weten we nog niet. En dat is het madameke dat hem dat gebeld heeft. Ah, ja. Oké, dan ga ik daar eens mee praten. Okay. Zo, mevrouw Michiels. Ik ben hoofdinspecteur van Geneugde. Ik leid het onderzoek. Dit is mijn collega, inspecteur Koolpaard. Mag ik u vragen wat u om 8 uur 's morgens deed in het Vrijbroekpark? Ik heb mijn dag verlof vandaag en dan kom ik hier al graag eens wandelen in de vroege uurtjes. Frisse neus halen en ik kom ook altijd de eendjes voederen. Ja. En wat gebeurde er toen? Ik weet het niet juist. Ik was gewoon aan het wandelen en dan ineens zag ik die man daar op de grond liggen in de plas bloed. En hij was aan het bloeden uit zijn nek. Wat heeft u toen gedaan? Heeft u de man aangeraakt? Ik weet niet of dat je me pijn geraakt. Het was zo. Ik heb de 112 gebeld en dan ben ik gewoon even gaan zitten, want ik voelde me echt niet goed. Kennen u de man? Heeft u hem al eens eerder gezien? Ik weet het niet, ik denk het niet. Maar zoals dat hij er nu ligt... Ja, natuurlijk, maar we zullen het voorlopig hierbij laten. Hier hebt u mijn kaartje. Als u iets te binnen schiet, mag u mij altijd bellen. Goed. Roger, neem de juffrouw mee naar het bureau. Dan kan de André een PV'ken opstellen. Ik heb hem al verwittigd. Mevrouw, komt u maar mee. Zeg, Fred. Hey, Sarah. Wel een knap mokken, hè, maat. Hé, daar zou ik wel een moord voor begaan, hè. Durft niet, hè, makker. Ik weet dat je juist geschreven bent, maar wil dat niet zijn hebben kopsen, hè. Ja, ik weet het. Polk is af van de getolk, is dat goed. Nou, het onderzoek doet de Gusting niet. Ja, maar... ik weet het. Zeg, maar wat denkt u zo van haar? Ik kan haar wel verstaan, hè, ik. Misschien qua jonger zijn, ik zou het ook wel weten. Sorry, niet, Pippo. Ik bedoel in verband met het onderzoek. Zit er een lief kind dood? Dat is precies serieus verschoten. Ik kon daar niets in hebben. Zal de shock zijn, zeker. Ja. Enfin, het onderzoek zal alles nog wel uitwassen, zeker. En ik ben er juist bij de dokter Vereken gepasseerd in de gang. Hier is al mee bezig. Er is nog niet veel te vertellen, hè. Alleen dat slachtoffer in zijn nek gestoken is met een scherp voorwerp. Dus een mes waarschijnlijk. Erik. GSM, ze is nog aan het onderzoeken. Ze moeten nog wel op wachten. Ze hebben een portefeuille meegekregen. Okay. De zekere Johan de Vreese. Hij woont in Mechelen. Ja, bingo. 41 jaar, een paar keren veroordeeld voor inbraak, een paar voor drugsverkoop en een paar keer voor heel van gestolen auto's. Maar ja, de kerel dat tuigt voor niks, maar het is nog altijd een klein garnaal. Hè. Waarschijnlijk een loopjongen voor de grotere mannen. Hij leeft van thuis CNW, maar komt uit Gent, maar 6 maanden geleden naar Mechelen komen wonen. Is nooit getrouwd geweest, het eerste zicht geen kinderen, bla bla bla. Ah, hier iets bruikbaar. Hij heeft een paar straffen in het gevangen in Mechelen uitgezeten. Zeg, waarschijnlijk heeft hij dan iemand leren kennen in de bak hier. En is die naar hier verhuisd. Weet je wat? Ga jij eens checken in het gevangen? Dat is goed. Zeg, hier, zijn een pas. Rijbewijs en dan nog een kortje van een zekere Daphne van het OCMW en briefje van 50 euro. Alleen dan is hem al zeker niet voor de centen vermoord. Nee, meneer doet een dure smaak precies. Neuromassage Mechelen, privémassage Anne en exotic massage Christel. Het OCMW kan beter zijn geld in eerste doorstorten. Je moet mij helpen zoeken. Ik ben vermoord.
Ik kan alleen maar rust vinden als dit opgelost is. Alsjeblieft. Die miserie begint weer. Alles komt terug. Stopt dat dan nooit? Goedemorgen. Zeg, ik heb nog eens onderzoek gedaan aan die ende vrijzen, maar niks speciaals. Niks gevonden. Vandaag moeten we misschien maar eens bij zijn gebeuren gaan horen. En met die Daphne van thuis zijn wij gaan klappen. Zijn er gisteren in de bak nog iets meer te weten gekomen? Volgens de pers had hij regelmatig contact met de zekere André Vermeer. Een Mechelaar die vast zat voor dealen en heling. 8 maanden geleden is hij vrijgekomen. En die woont in de Abeelstraat. Ja, dat is een terveursteenweg, dat weet ik zo. Je werkt daar bij een aannemer als metser. En met die twee nog contact gehad met elkaar daarna dat ze vragen laten waren? Dat moet ik nog onderzoeken. Maar we zullen doen wat je gezegd hebt. Eerst buurtonderzoek en dan de meisjes van plezier. Dat is goed. Is getrakteerd. Het onderzoek, hè, chef. Excuseer. Dat buurtonderzoek heeft niet veel opgeleverd. Hè. Blijkbaar was hij aan de vrezen de gast die niet opviel. En al zeker niet geïnteresseerd was in de gebeuren. Niemand wist iets te vertellen waar we iets mee waren. Hopelijk hebben we morgen de uitslag van zijn gsm-verkeer. Dan komen we iets meer te weten. Goed, ik zou even een frietje willen gaan steken. Klein hongerje. Nou ja, dan steek maar een bolletje extra, want je begint lelijk mager te worden. Sarah, help mij. Zoek mijn moordenaar. Anders ga ik nooit rust vinden. Hoe komt het dat ik u alleen maar in de spiegel zie? En hoe zou ik u nu kunnen helpen? Ik heb u toch alleen maar gevonden? Alleen jij kan me zien. Jij bent paranormaal begaafd, dat weet je. Alleen jij kan me helpen. Misschien heb je iets gezien. Inspecteur van Geneugde, u spreekt met Sarah Michiels. Ja, van Vrijbroekpark. Ik zou u dringend willen spreken, maar zou u misschien tot bij mij thuis kunnen komen? Ja, ik weet dat het laat is, maar ik word achtervolgd en ik voel me echt niet veilig. Alsjeblieft, u moet mij helpen. Nee, vertel het eens. Wat is er gebeurd? Ja, ik weet dat je mij niet gaat geloven. Ik voel en ik zie soms dingen dat andere mensen niet zien. En ik ben er zeker van dat die Johan, die dode man, dat hij mij probeert te contacteren. En ik moet helpen om zijn moordenaar op te sporen. Ik heb dat altijd al gehad, dat ik zo dingen zie al van toen ik klein was. Niemand geloofde dat natuurlijk. Ja, mijn vader die strafste mij daarvoor. Mijn moeder die kon het helemaal niet aan. Die deed alsof dat er niks aan de hand was en die vluchtte weg in haar keuken. Op zolder werd ik zwaar gestraft door mijn vader. Vreselijke straffen. Mijn ouders zijn er niet meer nu. Ik ben helemaal alleen op de wereld. En alles is een tijdje goed gegaan, hè. Het ging echt goed met mij, maar nu is die Johan daar en alles komt terug. Nu is die Johan dat hulp nodig heeft. Ik ben echt bang. Ik wil gewoon een normaal leven leiden. Ik ben de straat opgevlucht daar straks, maar ik werd achtervolgd en ik ben zo zeker dat iets met die Johan te maken heeft. Heb je iemand herkend?
Als je wilt, dan kan ik u laten bewaken. Dan voelt je misschien wat veiliger. Ik zal wel iets regelen op de bureau. Je mocht me echt niet alleen laten. Ik ben bang. Ik ben alleen. Ik ben eenzaam. Amai. Als we nu bezig. Zwijgt me ervan. Ik heb deze nacht geen oog dicht gedaan. Gisteravond in het laat telefoon van juffrouw Sarah Michiels. Volledig in paniek. Nou, ik ben er dan maar in gereden en een babbel mee gaan doen. Ten aanzien ziet weten? Die is paranormaal begaafd. Weet je wat dat wil zeggen? Dat wil zeggen dat hij door mensen kan zien. En hij heeft die Johan er gevraagd om mij te helpen zoeken als een moordenaar. Geloof je aan Arnold en Truut? Weet niet. Schaven tegenwoordig veel boeken van die paran... Zowat, in ieder geval, ze is dan in haar stamcafé iets gaan drinken en op weg naar daar is ze achtervolg geweest aan de kerel. En dat is waarschijnlijk wellicht. Maar ze wist echt niet meer wat dat zijn. Nee, in ieder geval, we moeten dat serieus pakken, want dat heeft mogelijk iets met ons moordzaak te maken. Misschien dat er iemand denkt dat ze te veel weet of zo. Wat denkt hij? Laten bewaken? Ja, dat heb ik al lang gearrangeerd. Binnen een paar uur zou dat in orde moeten zijn. We hebben een echte der polken moeten vasthouden waarschijnlijk. Of nog wat meer dan dat. Weet wat ik je zei, hè? Tot hiertoe is er nog altijd onze hoofdverdachte. Ik ben niet zot, hè. Ik ben dan gewoon maar gebleven om er gerust te stellen, dat is alles. Ja, ja, man. Wacht, telefoon. Hier redden ze terug. Ja, Sarah? Rustig. Het zijn gehad, oké. Okay. Aan het caféke daar. Ja. Oké, okay. Ja, we zijn al binnen 10 minuten. Nou, al praat. En hij was me al de hele tijd van op een afstand aan het volgen. En dan kwam hij dichter en dichter. En ik heb keihard geroepen naar die joggers. Die zijn dan naar mij gekomen en hij is gevlucht. Oké, rustig, Sarah, rustig. We zullen u meenemen naar het bureau en u daar een aantal foto's laten zien. Hè? Hopelijk kan je hem daarop dan herkennen. En als er niks bruikbaars tussen zit, dan zullen we een robotfoto laten opmaken. Fredje, bel jij eens naar een bureau, laat eens wat mensen komen. Niks. Ik vind niemand dat op die man lijkt. En dan deze? Nee, ook niet. Ik kom even tot bij jou met Sarah Michiels van een robotfoto. Jop. Bon, we laten nog wel iets van ons horen, Sarah. Inspecteur van Geneugde? Het is Sarah Michiels hier. Sorry dat ik u nogmaals stoor. Dank u. Ja, of dat u tot bij mij zou kunnen komen? Ja, ik weet dat het niet hoort, maar ik ben bang. Ik ben echt bang. Oké, ja, tot straks. Koffiekoeken van bakkerij Verbeek. De beste van Mechelen, als je het me aanvraagt. Amai. Dat is ook niet bij jou in de buurt. Nee. Zeg dat niet waar, zei ik. Dat is die bakker vlak tegen het huis van juffrouw Michiels. Ja. Wat deed je dan? Je zit toch weer... Rik, godverdomme, pas toch op. Nee, luister. Ik wou er gewoon eens een babbel mee doen met die bakker. Sarah is... Allee, juffrouw Michiels is daar vaste klant. Ik wil er gewoon meer over te weten komen, maar het is een heel vriendelijke. Meer kosten ze mij ook niet zeggen. Voor de rest heeft niemand die het verdacht opgemerkt. Ik denk maar iets anders. Die kerel op die robotfoto. Oftewel is dat gewoon een stalker. Oftewel heeft hij niet met ons zaak te maken. Maar in ieder geval, we moeten alle sporen volgen. Hier, de mail van de douane van de luchthaven.
En André Vermeer zat wel degelijk op die vlucht gisteravond van Thailand. Hmm. Dus, perfect alibi voor de moord. Ja, dat kan heel goed zijn, maar ik wil er toch een babbel mee gaan doen. Nee. Kom. Waarom lukt de Hollander gewoon niet gerust? Ik heb mijn straf uitgezeten en mijn lijven gebeiterd. Af en toe zagen we wel een kander weer een babbel op café. Verder niks. Ik werk na en ik laat me stil. Ja, je kunt niks in mijn schone schouder. Dus jij zag Johan de Vreeze alleen op café? Hmm. En waarom geloof ik dat niet? Pas op, mijn makker. We kwamen het toch terug te weten als je weer met prullen bezig bent. Als ik vanavond zou ik nog eens twee keer aan nadenken. En je ziet wat er met Jan de Vreeze gebeurd is. Ja, moest er nou toch wat slimmer zijn dan dat gerut zie. En schrik krijgen. Hier is mijn nummer. Ik hoor het wel als je het kwaad wilt. En? Hoe is het nu mee? Gewoon, ja. Ik hoop gewoon dat jullie snel die dader vinden, dat die nachtmerrie voorbij is. Dat die man vermoord is, vreselijk. Mel dat bloed. Weten jullie al iets meer? Ja, daar mag ik voorlopig nog niks over zeggen. Er zijn nog heel veel zaken die we moeten onderzoeken. Ja, als je mij nu wilt excuseren, ik ben nogal moe. Ik moet slaap inhalen. Ja, natuurlijk. Ja, sorry. Wilt rusten? Ze hebben het autopsierapport van Johan de Vreeze gemaild. Die is neergestoken met een vliegersmes. Zo'n type dat je in elke supermarkt kunt vinden. De wonde werd aangebracht in de nek door iemand die rechtshandig is. En dit gebeurt langsachter. De slachtoffer heeft een belangenis inkomen. De slagader werd direct geraakt. Dus veel kracht was er niet nodig, hè? De slachtoffer te doden, dat is duidelijk. Zeg dat gsm verkeerd, dat bracht ook tegen het aan rond licht. De Vreeze belde regelmatig met André Vermeer. Erop bleek dat die twee samen naar de massagesalons gingen. Dus waarschijnlijk waren die mannen nog meer lusjes over samen. Die belde ook regelmatig met een ander nummer, de zekere Jacques de Vader. Maar twee keer rooien. Lief mannetjes, hè? Nee. Gewapende overvallen, drugs, afpersing, valse ingeschriften enzovoort. Enzovoort. Dan heeft een paar jaar in Leuven centraal gezeten, maar hoe het in elkaar leren kennen, dat weten we niet. Kom, nou eens dus een foto zien. Heel goed. Precies tweelingbroers. Zoek maar op wat dat hem wint en wat dat hem werkt. Dan gaan we eens langs. Die gast is gewoon wandelen met zijn hond. Ik heb hem eens gevraagd wat hij met dat goed biest gaat wandelen. Moet je dat niet zijn? Moet je dat mijn eigen zaken schepen maar terug? Nee, geen sympathieke zin. Pas op, ik wil nog geen ambras mee, hè. Maar daar blijft flank weg zijn. Echt waar. Ik weet dat van de buurvrouw, die heeft dat door zeggen, hè, dat die regelmatig ons spoorkartel zit. Net voor het vrouwbroekpark. Nou ja, en die weet dat van haar zuster, want hij gaat de wilde bloemetjes plukken. Ja. En die heeft dat heel dikwijls gezien in de verte. En want toen heeft ze schrik gekregen. Nou ja, pas op, er zit er een vieze vent uit. Nou ja, en die vrouwen die durven er niet mee heen gaan. Hè. Ja, dat is het niet katholiek, hè, maar dat die er allemaal wat spookt. Allee, wie gaat er na zo lang met een hond wandelen? Oké, bedankt voor de informatie. Bedankt. Maar hé, wacht, ik heb nog iets interessants te zeggen. Onbeschofte rikken! Zo midden in een gesprek weglopen. Zie daar, de Michelse schepper. Dat is waarschijnlijk de gevaarlijke hond van de vader. Ja. Dat doet dan toch niet als je mij van hond gaat handelen. Wat is dat, hé? Op dat gele wikse. Gaan jullie niks te zeuken? Of ik laat mijn hond los. Arcos, zwijg!
Meneer Jacques de Vadder neem ik aan. Ik ben hoofdinspecteur van Geneugde, politie Mechelen. Dat is mijn collega, inspecteur Kolpaard. We zouden u graag een paar vragen stellen in verband met de moord op Johan de Vreeze. Maar als ik dat hier zo zie, dan denk ik dat we nog een paar andere interessante zaken gaan ontdekken. Halt! Stoppen of ik schiet! Rick, wij zijn aan de kant van de blok. Ja. Dikke niks in hem kwaad. Een zak van een fliek. Deze keer zullen we minder geluk hebben. Zal een boezeker niet zullen blazen, ze zegt. We zullen ook niet meer met haar weglopen. Je kunt dan die wapen niet aan, maatje, hè? Spaten, hè? Amai, Fritje. Dat was close, jongen. Het spijt dat ik die piep al in moeten doodschieten, maar ik had geen andere keus. Want die andere verdachte is langs de achter gevlucht. Die zijn we kwaad. Alsjeblieft. Dank je, Fanny. Graag gedaan. Oké. Okay. Ja. Ja. Oké, okay, merci, Evelien. Joejoe. Alles, hè. Goed nieuws. Onze collega's hebben een grote partij cocaïne in beslag genomen. Stop dat de drugsbrigade de bende kan opsporen. Nou, ondertussen zal ik het comité P wel aan mijn broek hangen. Ik ga die wettige verdediging onderzoeken, hè. Waarschijnlijk wel, ja. Dat komt in orde, zijn Rick. Volgens mij heeft onze vriend de Vadder de Vreeze vermoord. Welk motief dan? Rustert. Die twee die hebben een deal. Over die drugs bijvoorbeeld, dat ze aangevallen hebben. De Vreeze komt niet over de brug. En de Vadder stikt de mes in zijn nek. Misschien wel, ja. Het enige wat we kunnen doen, is de resultaten van het labo afwachten. Ja. Met een klein beetje chance kunnen we de zaak sluiten. Ik moet er even tussenuit, Fredje. Even de stress laten wegvloeien. Ik heb dat niet aan het doen, man. Nee, ik bel wel naar het bureau dat ik de rest van de dag verlof pak. Ja. Dokter Versmissen. Fred Kolpaard, politie Mechelen. Je had graag nog een afspraak gemaakt met u vanavond. Ja, nee, het is heel dringend en belangrijk. 20 uur. Perfect. Oké, bedankt. Tot vanavond. Ik weet het. Sarah, ik weet het. Wat bedoelt je? Ik snap er niks van. Rick, kunt u komen alsjeblieft? Ik heb u nodig. Ah.
de vet. Hey Fred, goedenavond. Ja, Fred, ik ben ook nog bezig. Ja, ik ben bezig aan een dossier die morgen klaar moet zijn bij de procureur, oké? Okay? Wat? Direct naar het dienstvoertuig? Voor wat? We gaan de Rikse. Maar wat, waarom? Rustig, ik kom eraan, geen probleem. Jo André, jo, tot zo beetje. Hallo, dit is... Hoor die voicemail, jongens. Maar spreek een boodschap in en ik bel u zo snel mogelijk terug. Rick, zeg, die in de vadden is linkshandig. En het blijkt dat alles in de richting was van... Oké, schat, ik ga nu even naar de badkamer. Amai. Zo is gewoon zicht van hier. Profiteurke, we nog niet genoeg gehad. Fred, wil je mij nu zeggen wat er aan de hand is? Ik kan hem hier volgen. Normaal gezien zijn de gazozijnen wachtig niet. Nou, je weet toch dat we bezig zijn met die moord in het Vrijbroekpark. Dus wat dacht er dan zeker aan de vader die moord gepleegd had? Nou, blijkt dat het een type linkshandig is en de moord weer gepleegd aan de rechtshandige. Dus jij hebt nu het vermoeden dat slachtoffer een afspraak had met de vader in dat Vrijbroekpark en dat die Sarah dat in het onderdeel laten lopen? Maar die naam Sarah Michiels blijft aan mijn kop spoken, dus dat hij een belletje rinkelen. Dus ben ik op zoek gegaan. En wat vond ik vandaag? Een oud krantartikel waar dat in stond, dat is oud en vast, dat Sarah Michiels haar vader heeft vermoord. De gevolgen van geestesziekte, als die leeft. Dus ik heb direct gebeld en die psychiater natuurlijk daarna behandeld. Sarah werd mishandeld door haar vader. En op een gegeven moment stak ze hem neer met een keukenmes. De moeder kon haar niet meer aanzien, die ellende. En is eigenlijk door verdriet gestorven. Sarah heeft dan opgenomen in de psychiatrie. Ze is schizofreen en paranoïde. En wat betekent dat in mensentaal, dokter? Een dubbele persoonlijkheid en achtervolgingswaanzin. Ze denkt dus steeds dat ze door andere mensen achtervolgd wordt. Dan heeft ze twee persoonlijkheden. Een goede en een slechte persoonlijkheid. En beide weten van elkaars bestaan niet. Dus jij denkt dat die Sarah die zelf heeft vermoord? Volgens mij is het zo gegaan. Sarah Michiels denkt dat ze gevolgd wordt door hem. Dus die zit in paniek en ze steekt die neer. Die en de vader zit in woord gebeuren, want hij heeft afgesproken in het park met de vrezen. Ze begint die te schaduwen, dat weten we, want Sarah Michiels heeft die robotfoto laten maken. Maar dat is nog niet alles. Volgens Rick en ons Sarah heeft nog meer problemen. Die gelooft in geesten. Allee, maar en dat loopt nog vrij rond. Welke psychiater laat dat toe? Volgens die in de kleur kan ze met aangepaste medicatie perfect functioneren in de maatschappij. Allee, allemaal goed en wel, maar wat heeft Rick daarmee te maken? Die Pipa is op jou verliefd geworden. We moeten naar haar toos. Ja, waarschijnlijk zit hij daar, die pakt zijn gsm niet af of niks, dat is toch niet normaal? Dat is maar niet te laat zijn.